Ja, jong. Boom. Vlog kijkers. Eindelijk ben ik hier weer. Ik weet niet waarom. Ik heb weer een beetje energie opgedaan. Ik ben weer met een maatje. Kijk. Maatje is er ook weer bij. Maatje is er ook weer bij. Mooi weer erbij. Mooi weer erbij. Kijk, ik ben een tijdje uit de lucht geweest. Maar. Eens kon er eindigen. We hebben winschool. Boodschapjes gedaan en weer meer richting huis. Het is ook mooi weer. Dus we dachten, wij blijven niet thuis zitten. We gaan er helemaal uit. Ja, zo is dat. Ja, ik zit nu in de auto. We waren mee op de scooter. Die heeft, gaan wij een onderhoud. Dat heeft net zo als dit, een auto heeft ook onderhoud nodig. Nou, er moet nieuwe rolletjes in na zoveel kilometer dat ik al, nou, hier moet ik heel vaak gezien, dat ik ook scooter filmpjes maakte. Nou, daar zijn in onderdeel in bestelling. Wij gaan misschien morgen of uiterlijk zaterdag, dat ik dan ook weer ga vloggen. En we dan bezig gaan met de scooter om de rolletjes in te maken. Een Vario setje. Ik heb al meer dan 10.000 kilometer gereden op de scooter en dat hoort even de onderhoud bij. Nou ja, goed, daar is het wachten op. Waar we dan van de week met z'n tweeën, of wanneer hij binnen is, en we bezig gaan. Ik ga ook proberen een vlogpad te maken. Ik heb ook gezegd dat ik op een land ging vloggen, maar helaas, wij zijn eigenlijk een beetje zo druk bezig geweest met bouwen die dag. Nou, we hebben daar een beetje gezeten al, een beetje op land. Ik kan eventueel bij het erten een paar foto's van maken dat ik al bezig was op het land en hoe het bijstond. Ja, er zijn nog wat ontwikkelingen waar ik op moet wachten om eventueel verder te kunnen. Dat is op een juridisch gebied. Maar goed, daarom staat het ook een beetje stil. Maar goed, het is mooi weer. We zijn eruit. Het is de tweede. En wij zijn nu weer weg naar mijn huis. En het is mooi weer. Het zal misschien een hele korte vlog zijn. Ja, verder hebben we eigenlijk nog niet heel veel. Nee, niet zoveel. Kom maar weer. Ja. En ook weer met meerdere vloggen. En het weer oppakken van de vlog. Nou, laten we hopen dat het mooi weer ook zo blijft, dat er meer vlogs kan komen. Meer rust in mijn leven kan komen. Omdat het best wel hectisch, omdat er heel veel dingen speelden. Nou goed, er zijn wel dingen in het leven, soms lopen het mee en soms lopen het tegen. Periodes van ups en downs. En ik heb daar wel eens vaak op vloggen dat ze dat op momenten hebben van wel proberen een vlog te maken, maar er niet bij komt of het is gewoon te druk met ja, leven. Maar goed, we zijn onderweg. En wij erbij in de vlog weer. De vlog moet weer online komen. En toch kriebelt altijd wel om een vlog willen maken. Ja, pak de camera maar weer en dat is het belangrijkste en nu heb ik toch al mijn moed opgepakt om toch de camera te pakken en op het moment weer een leuke vlog proberen te maken om de kijkers weer mijn knal gaan vullen met activiteiten weer, nou, een leuke vlog maken.
ooit hebben daar ook wel gelopen met de... Ik denk dat er komt in één keer de stilte, hij gaat niet meer praten. Nou, hier hebben we ook wel gelopen, gewoon rondgelopen. En daar heb ik toen was ik nog niet echt bezig met vlam. Maar ja, misschien komt er ooit wel weer plekjes in elkaar. Dat ik de vlagkamer bij me heb. Net zoals Don, Gio, Sven en Koen, Shahid en zo. Ja, en ik had wel gewild afgelopen zondag in mijn tienerfase. Dat is gewoon puur ontschoten eigenlijk. Ja, goed. Laten we hopen dat deze vlag weer richting huis gaat en van de vlag zal komen. De batterij is ook bijna leeg. Nou goed, je had wat die ik een tijdje kwijt was. Zal ik wel leuk vertellen. U hebt mij gezien dat ik naar Exje ging voor... Ja? Voor... Powerbanks, want ik was deze kwijt. Overal gezocht en ik van wijs, die heb ik nou uitgeleend. Nee, ik had hem niet uitgeleend. Ik heb een hele mooie stoel in huis staan. Dat is een massagestoel. Lekker. Er zit een gleuf achter. En die gleuf, daar valt wel eens dingen neer. Ik was van de week mijn telefoon kwijt. Ja, misschien is hij daar. Ik voelde, en wat voel ik? Ik voel mijn powerbank terug. Wat ik dus kwijt was. Nou goed. Je hoort ook al zeggen van mij, de batterij is ook bijna leeg van mijn camera. Maar goed, hij hangt op de powerbank. Die aan laden is. Om eventueel, als mijn camera uitvalt. Om mijn camera gaat uitvallen. Dat ik mijn powerbank kan aansluiten. Ik heb ook wel gezien in Sven en Koen dat ze de powerbank bij zich hadden om toch de camera niet gaat uitgaat. En voor mij is nu mijn camera uit. Nee, niet. Ik zie me een rode lichtje. Maar goed. Ikers. Hoor weer erbij. Zonnetje. Weet je waar ik hier aan moet denken? Sven en Koen op Twitch! Vrijdagavond en een feestje. Sven en Koen die maken er ook een feestje van. Nou, wij gaan hier ook het Nederlandse muziek opzetten. De weg als ik naar Bellingwolde ga, waar ik langs rijd en nu een betere zicht en waar ik onderweg voor mooie landschappen tegenkom, mooie velden, zonnetje erbij. Oh, nee, ik ga niet uit. Ja. Daar gaat hij weer.
dus wij kunnen hier vooruit. Nee, we gaan hem niet worden. Nee, bij ons. Want we vroeg hem langs. Ja, maar ja, het is een dikke beur die hier de weg gespeeld. Ja, dat tussen 5 en 6 en die gaan er vanavond ook nog eens spelen. Dat is niet normaal, joh. Dus ja, geen vlog van de land, helaas, jongens. Ja, want om bij mijn land te komen, heb je vervoer nodig. Ja, dat vervoer heeft honger nodig. Ja, en dan heb je soms een en ander vlog. Om, ja, een andere omgeving. Het is nu druk op de weg, dus allemaal mensen die allemaal vervoer nodig hebben. Anders komen ze niet op de plek van de bestemming. Ja, en daar heb je vervoer nodig. Ja, dat vervoer gaat ook een keer kapot. Oeh, oei. Ja. Dus ja, we hebben nog heel wat dingen voor de boek. Ja, goed, een tijdje ertussenuit, maar dan kom je ook even zwaar weer terug. Hè? Ja, dat is zo. Dus, ja, dus soms heb je het moment dat je geluk hebt in je leven. Nou ja, soms heb je ook een leven dat het tegenspoed is. Maar tegenspoed. Hoe meer het einde zijn, ik kan ook weten van, dan kom je wel weer, wat Erik ook zegt, dan kom je daar wel weer al sterker voor uit. En dat is ook belangrijk. En probeer dingen je leven weer op te pakken, is ook belangrijk. Nou goed, dit is dan de vlog lang geleden, ja, veel te vertellen. Nou ja, het is nu mooi weer. Wat ook de jongen zegt, als het mooi weer is, heb je veel meer zin om weg te gaan, om de dingen te doen. Dat kan wel. Ja. Ja, winters. Ja, dat is regen en sneeuw. Ja, en ik ben degene met het scooter. Dus jij bent ook alweer afhankelijk van het weer. Om dingen te kunnen doen. Ja. Ik vind nou wel merken dat zegt het voorjaar toch? Hè? Ja. Nou, en ja, vorig jaar wou ik al wel begin te vlog, maar ja, het is wel pak de vlogcamera. Ik ga het doen. Maar ja, als je een tijdje hebt uitgezeten, is het gewoon heel moeilijk om de camera te pakken en het weer op te pakken. Daar heb ik best wel moeite mee. Nou goed, weinig uit. Ik heb nu de camera vast. En wat ook Vincent zegt van, ja, je hebt dagen van het moeilijk is, of dat je dagen hebt van ik wil even een mailtje spelen. En ja, je hebt familieverplichtingen, vooral ook vriendenverplichtingen. Goed, het zal weer loskomen. Hoe of wat? Ik ga mijn best doen, dat beloof ik. En als ik iets beloof, dan doe ik het. Het is naar mij toe, maar ook naar jullie toe als naar de kijkers. Want ik ga dan zeggen, ja, maar dan, ik heb dit beloofd en dat beloofd, maar dat komt niet. Nee, maar ja, goed. Nou, maar een beetje schoenen kunnen pakken, we hebben nog wel een keer thuis geweest. Ja, maar Erik. Ja, Erik. Wat zeg je nou tegen de kijkers? Dat een scooter onderhoud nodig hebt. Een scooter heeft onderhoud nodig, maar die had al lang onderhoud gedaan. Ja. Maar goed. Maar er zijn kijkers. Die heeft mij op geattendeerd, zo van kerel, moet jij dan niet de rolletjes vervangen? Ja jongens, maar dat gaat nu gebeuren. De rolletjes in de Vario zijn besteld en ik hoop dat ze vandaag met de pas meegaan. Dat zal zijn en cool. Vandaag besteld. Morgen in huis.
niet geduurd. Nou, laat het ook open. Nou, die is aan de gang. Trek een streekcode. In de gaan houden. Op mijn mobiel. Nou ja, ik heb nog een scooter. En ik weet niet of die op de YouTube staat. Waarschijnlijk wel. Zo niet. Nou ja, dan zal die ook binnenkort, hoop ik, rijden. Want ik heb het vermoeden dat het iets kapot is. Soms moet je achter een gevoel achteraan gaan. En mede meerdere, ook deze kijkers, dat mijn Aprilia de ontsteking is. Daar moet onderdeel besteld worden om die ontsteking uit te halen. Maar die onderdeel is nu ook besteld. Ik heb nog onderdelen zitten in een andere scooter. Dus we gaan dingen proberen. Om zo mogelijk de Aprilia ook weer te rijden, te krijgen. Dus we hebben twee scooters. Die met pech staan om dat scherm ook op te lossen. En wij gaan kijken als ik in de vlog daarmee bezig kunnen zijn. Jullie in mening om te zien waar we mee bezig nog gaan deze dagen. Dus ja, ik hoop niet dat ik de vlogkamer vergeet. Drukte, maar ik ga wel proberen een vlog jullie weer mee te nemen in de vlog. Dus ja, hopelijk komt er weer meer vlog aan en leukere tijden met ons kunnen beleven. Wij zullen het zien. Nou, wij rijden nog steeds. En ik hoop dat deze leuke vlog wordt. Laat reacties onder de comments. Ik zeg dat ben je niet gezien en ik ga daar op mee. Nu die vlog stil, maar een stukje stil. Bijna leeg. Nou, we zijn ook alweer vlakbij privéomgeving.